Yeah, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Code Simulator. Okay, people, let's go to work. Jongens, jullie hebben allemaal trainingspakken aan. Jullie horen te sporten en ik hoor je in deze draaimode te gaan. Mag ik erin? Ik ben benieuwd. Hoe gaan we dit doen? Wow, shit! Ik wil erin. Kunnen we niet vasthouden met onze tong? Dat kunnen we toch ook doen? Ja, kijk. Gaat het lukken? Nee, dat gaat niet lukken, joh. Ik moet hieruit! Ik moet hieruit! Ik zit vast. Zo. Ik moet een manier vinden, zoals ik had beloofd vorige keer aan jullie, om bij de achtbaan te komen. En ik heb nog niet echt een manier gevonden. Het is wel Zorro, dat is zo heet de achtbaan. En ik zou best wel even moeten kijken hier in de buurt of ik iets kan vinden, want ik zie wel een lift. Ik weet ook niet hoe ik in die achtbaan ga. Daar gaat natuurlijk ook over de kop, hè? Zal ik gewoon instappen? Nee, hij mag niet vertrekken zonder mij. Oh, shit. Oké, we zitten naar boven aan de achtbaan. Trouwens wel een prachtig uitzicht. Oké, we moeten even wachten totdat die achtbaan er weer is. En dan springen we er gewoon in. Komt hij al? Hij gaat ook gewoon keihard over de kop, hè? Daar komt hij. Ik wil vooraan, ik wil vooraan. Kom maar, kom maar, kom maar. Daar gaan we. Jongens. Het was leuk jullie gekend te hebben. Wee! Wow! Shit! Ik zal hoe dan ook. Ik denk dat ik mijn tong moet vasthouden. Net als zo. Een geit heeft belangrijke zaken om te doen. Ja. Oké. De nieuwe tactiek is dus vastklemmen. Erin zitten en vastklemmen. Oké, ik zit erin. Ik laat niet meer los. Oh my god! Nee! Wow! Oh, dit is gaaf, joh. Ja, ik weet geen andere manier om hem... Zo! We gaan eens even kijken of we wat meer kunnen ontdekken hier in die map. Maar niet op deze manier. Dat beest kan echt, dat is echt raar. Want voor het eerst hebben we nou te maken met water. We zagen dat echt nooit in Goat Simulator. Fucking droog dit. Echt heel lastig om aan... Is het nou zo lastig om aan wal te komen? En ik dacht al... Is er dan heel veel auto's? Huppakee. Kijken wat we nog meer kunnen doen. Want ik zag in de verte zag ik een helikopter. En ik denk dat je... Meneer? I think I broke something. Nou, ik weet het wel zeker. Ik ga hier omhoog. Ik heb gewoon het gevoel dat we hier in dit grote gebouw kunnen. Wow, is dit een speelhal? Even naar binnen toe. Sorry, geen paniek. Ik kwam alleen maar door het raam naar binnen. Geen paniek. Wat is dit? Air to spin. Oh shit, wat zijn dit voor dingetjes? Waarom een cookie monster? Ik ga ook hier gewoon spinnen hoor. Ja? Oh, die had er bijna die. Zag je het? Die had bijna, die had nog een paar nodig. Maar je moet 5 icoontjes, dat is toch niet normaal? Nou, dan maar lekker niet. Ik ga eens verder kijken, wat hebben we nog meer? Een speedboot? Holy shit, echt waar? Wat gaat er gebeuren? Oh! Oké, die gozer is dus... Ik hou hem beet met mijn tong. Voor het geval ik dak. Wow! What the fuck?
Oh, wat is daar dan? Een eilandje of zo? Woo! It's a trap. Jij, meneer. Kom jij eens hier? Stommeling. Oh my god, die gozer hebben gewoon helemaal wat gaaf gedaan, hé. Maar wat kunnen we hier doen? Is hier een geheime schat verborgen of zo? Ik ben bang dat we helemaal terug moeten. Omdat die stomme vent hier. Ik kom niet meer terug. Ik zit gewoon gevangen op dat eiland. What the hell? Oké, mensen. Willen jullie nog meer Goat Simulator? Laat het weten in de reacties beneden. Dan gaan we verder meer ontdekken van deze map. Laat vooral een like achter. Tot de volgende video. Doei!